Danielle en Tess, wat heeft de vrijdag van de Melwildagen voor ons in petto? Vrijdag beginnen we met Borne Culinaire. Dus ja, we zijn al voor het zesde jaar zijn we bezig. Dat doen we samen met Danielle. En ja, het is echt een culinair festijn, echt voor Borne. We hebben dit jaar 13 deelnemers. Dus dat is net als vorig jaar weer een super aantal. Zijn er ook nieuwe deelnemers bij dit jaar? Ja, we hebben Roofstit waar we bij staan hier op het plein. Die is dit jaar voor het eerst. Jasmin Garen en Anne Bakkershoes. Dus daar zijn we heel blij mee. En hoeveel mensen verwacht je ongeveer? Hoeveel waren er vorig jaar? Ja, vorig jaar om en nabij de 1200, zeg maar. Dus dat is een super aantal. We hopen natuurlijk dit jaar weer meer. Het weer ziet er goed uit, dus we gaan ervoor. En kun je nog even uitleggen hoe het ongeveer werkt met culinair? Nou, mensen kunnen bij de kassa's muntjes halen. En met die muntjes kunnen ze langs de diverse restaurants om hun gerechten te gaan nuttigen. En we hopen natuurlijk dat ze er een soort proeverij van maken. Dat ze alle restaurants langs kunnen gaan om van elk gerecht lekker te kunnen genieten. En ik heb begrepen dat het dit keer een uurtje eerder is, Tess? Ja, klopt. We willen zorgen dat we zo groot mogelijk publiek kunnen trekken. Dus vorig jaar was het 6 uur. Dit jaar beginnen we om 5 uur. Dus we hopen dat we daardoor nog meer mensen de mogelijkheid hebben om te kunnen komen. En kun je al iets verklappen? Wat mogen de mensen absoluut niet missen? Nou, zelf, ja. Ik ben natuurlijk ontzettend fan van de carpaccio van Kiriaal. Dus dat, ja, die moeten ze niet missen. IJsselon de Harmonie komt met heerlijke sorbets. De pizza oven van Il Tartufo staat er weer. Dus ja, dat... En Danielle, waar kijk jij het meeste naar uit? Wat ga jij absoluut proeven? Ja, het klinkt een beetje eentonig, maar toch wel die carpaccio. De carpaccio, dus... En daarna is er dus, hoe laat is het afgelopen? Om 9:30 stoppen de restaurants met koken. Gaan we het opruimen en zorgen dat we om 10 uur klaar staan voor het avondfeest. En het avondfeest? Dat is mijn medewerking van Big Bird. En die zijn hier al eerder geweest, dus dat belooft eigenlijk gewoon weer een supergezellige en ja, grandioze avond te worden. En wat voor soort muziek kunnen de mensen verwachten? Ja, ze hebben deels eigen muziek, ze hebben ook deels heel veel covers. En ik denk met dit weer erbij, dan gaat het gewoon helemaal goed komen, denk ik. Iedereen komen? Iedereen komen, absoluut, ja. Dankjewel.